Een bakwagen op de A73 bij Kuik is vrijdagmiddag 26 juli in brand gevlogen. Dat gebeurde nadat een auto op de kleine vrachtwagen was gebotst, aldus een politiewoordvoerder. Het ongeval vond plaats rond 3:15. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De brandweer heeft de felle brand geblust en de bus is volledig uitgebrand. De bestuurder van de auto kon het voertuig snel verlaten, maar het is niet bekend wat zijn toestand is, aldus de politiewoordvoerder. Het is nog onduidelijk hoe het met de bestuurder van de bakwagen gaat. Door het ongeluk en de brand werd de A73 tussen Haps en Kuik geruime tijd afgesloten. Dat zorgde lange tijd voor flinke files die opliepen tot meer dan een uur. Ook één rijstrook richting Boksmeer tussen Kuik en Haps was enige tijd gesloten. Volgens Rijkswaterstaat zorgde dat echter niet voor extra reistijd.